Voor de ideale combinatie van rente en veiligheid moet u bij Van Dam, Van Dam en Verkade zijn. Voor nadere informatie kijk op vandamvandamverkade.com.
like the sun I might have known, if God had granted me a son. The summer's night went by one, house on the fly, on and on, and I am old, and will be
Beste kijker, de organisator Willem Nijhof vroeg anderhalf jaar geleden een onderhoud met mij aan. En samen zaten wij te lunchen en vertelde hij dat hij een heel mooi plan had. Cor, zei hij, zullen we samen een serie concerten gaan regelen waarbij jij sponsort spreekt en zorgt dat Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur, een overdenkingje doet om te vieren wat we te vieren hebben en te gedenken wat we te gedenken hebben. Wel nu, ik was enthousiast. De toenmalige Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra was enthousiast. En zo gingen we van start met plannen. Doch helaas, corona heeft de plannen onderbroken. Maar gelukkig heeft Willem in zijn creativiteit het een jaar uitgesteld. En kunnen we toch nog alsnog 4 mei gedenken met dit mooie concert. We proberen nog of Piet ook contact met ons zoekt, zodat ook hij nog zijn bijdrage kan verzorgen. En ondertussen genieten we dat we iets hebben. Maar corona heeft ons stevig in zijn greep. U schrikt natuurlijk van mijn kapsel. En u hebt volkomen gelijk. En ik moet u ook vertellen dat door corona ik voor het eerst van mijn leven naar Margraten ben geweest. Waren wij van plan en zins en willens om naar Spanje af te reizen, ons gezin bleef de afgelopen zomervakantie in Nederland. En toen we in Maastricht waren, gingen we eventjes naar Margraten toe. En daar loop je dan. Op de begraafplaats, de Amerikaanse begraafplaats. En zie je al de kruisen, honderden, duizenden van jongens die gevallen zijn. En die hun leven gegeven hebben voor één missie, namelijk het kwaad in Europa te bestrijden. En zo'n vreemde gewaarwording. Ik kende het al als thema van dominee De Graaf, ik meen uit Katwijk. Zo'n vreemde gewaarwording op Margraten te lopen en te bedenken dat die jongens, ver voordat ik geboren ben, hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. En natuurlijk, ik ken het als thema van dominee De Graaf vanuit de prediking. Jezus, die nog veel eerder, nog veel heftiger zijn leven gegeven heeft voor onze vrijheid. 4 mei blijft een koppeling houden met Goede Vrijdag. En bij beide zitten we met tranen neder, om Bach te citeren, en gedenken wat er gebeurd is. En welk een offer er gegeven is. Ver voor onze geboorte, maar wel voor onze vrijheid. Onze vrijheid, lichamelijk door de soldaten, geestelijk door onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Door corona was ik ook een week met mijn dochter en wat vriendinnen en vrienden naar Westerbork. Want zij hebben nu geen school, zij hadden toen geen school meer, maar zij zaten digitaal lessen te volgen en konden dat in papa's vakantiehuisje doen. En toen we naar Westerbork gingen, toen ben ik ook naar het kamp Westerbork geweest. En eigenlijk is dat vandaag de tekst van de overdenking. Want in Westerbork vindt u bij die bekende staven, spoorrails die omhoog staan, vindt u een merkwaardige steen met een merkwaardige tekst. En de tekst voor overdenking, die bijna alweer voorbij moet zijn om destijds willen, is vandaag Klaagliederen 4 vers 18. En ik gebruik niet de Statenvertaling, dat was ik wel voornemens, maar ik zag zojuist dat daar een andere vertaling gebruikt is. En uit piëteit voor degenen die dat gedaan hebben, citeer ik Klaagliederen 4 vers 18 vanaf de steen van Westerbork. Zij belaagden ons bij elke schrede, zodat wij over onze pleinen niet gaan konden. Ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld. Ja, ons einde was gekomen. Wij gedenken op 4 mei de overleden slachtoffers van de Holocaust. En vanuit Nederland is het grootste getal weggevoerd. Het drama van de Europese geschiedenis. In een hoogchristelijke cultuur is het gebeurd dat 6 miljoen Joden doodgemaakt zijn. Vorig jaar was ik met de opperrabijn Jacobs in Auschwitz. En dan loop je daar. En dan bedenk je, hoe kan het gebeuren dat onder de meest christelijke cultuur Duitsland door Luther schoongemaakt, van vreemde smetten vrij, dat daar dat is gebeurd. Het is onvoorstelbaar. En ongetwijfeld was het in Gods plan nodig.
En ongetwijfeld was het Joodse lijden in Gods plan nodig om de staat Israël te laten vestigen. Zonder Goede Vrijdag geen Pasen. Zonder Holocaust geen staat Israël 1948. Maar het blijft heel erg moeilijk om te verwerken. Ik ga afronden. Er is een leuke discussie tussen Joden en Christenen over Jesaja 53. De lijdende knecht des Heren. Over klaagliederen. Over wie gaat het dan? Gaat het over de Heer Jezus? Dat zeggen wij Christenen. Of gaat het over het Joodse volk? Dat zeggen veel Joden. Nou, Jip Wijngaarden legt het ons heel duidelijk uit. Jezus en het Joodse volk zijn één. Tijdelijk gescheiden, maar ze komen eens bij elkaar. Romeinen heeft het perspectief. Heel Israël zal zalig worden. De lijdende knecht des Heren, zowel Jezus als het Joodse volk, want zij zijn één, zij horen bij elkaar, maar tijdelijk gescheiden, maar komen weer bij elkaar. Ik moet afronden. 4 mei, Goede Vrijdag, nodig om Pasen, om 5 mei, om de staat Israël oprichting te kunnen gaan vieren. Mogen God het zegenen dat we na 4 mei, na Goede Vrijdag, na Holocaust, nadenken over de toekomst. Het zij zo. Thank you.
Kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land, loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, haar bestemming onbekend, en niemand ziet hoe klein je bent.
winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen, zal de wereld weer een speeltuin zijn, en kun je rustig spelen. Als bazuin geslagen is, hier een roep geen ogen.